Je ziet hier halsbandparkieten op de slaapplaats in Den Haag. Er zijn er honderden. En halsbandparkieten zijn exoten, dat wil zeggen soorten die niet in Nederland thuis horen, maar daar wel zich thuis voelen nu ze er eenmaal zijn. Er zijn er ooit een aantal ontsnapt van die halsbandparkieten en die doen het nu prima. Slapen altijd gezamenlijk, dat is natuurlijk veiliger. En ze gaan als het weer ochtendschemering is met z'n allen de stad in om voedsel te zoeken. En daarna komen ze weer terug om hier te slapen. Als exoten zijn halsbandparkieten geen grote drama. Behalve misschien als je je auto hier moet parkeren. Voor het ecosysteem is het niet een echt probleem. Hoewel boomklevers bijvoorbeeld en spreeuwen concurrentie met ze aan moeten in verband met nestholtes. Tot een volgend filmpje.